Nou, 2-2. Ja, is niet het resultaat waar je vooraf vertekent natuurlijk. Nee, zeker niet. We komen hier zeker in deze fase gewoon voor de winst. En want de concurrentie, ik hoorde net ook dat die al een paar punten hebben laten liggen. Dus als we hadden gewonnen, dat we dan ook een paar punten konden stijgen. We zijn nu 12e. Ja, dat was echt mooi geweest. Hadden we lekker die lijn door kunnen zetten. Vorige week goede overwinning. En dan dat was nog meer een boost geweest om echt door te stomen, zeg maar. Dus dit is weer even, het remt weer even iets af. Maar ja, we moeten gewoon vertrouwen houden en gewoon weer doorgaan. Want ik denk dat we ook wel goede dingen hebben laten zien vandaag. Maar ja, dat is natuurlijk niet heel best. Zeker een paar goals die we tegenkrijgen, ja, dat is gewoon jammer. Ja, wat zag je dat er gebeurde de eerste helft met NEC? Hoe vond je dat NEC van start ging? Ja, ik vond sowieso van Dordrecht ook. Het was een beetje heen en weer. Het was niet helemaal zuiver. Ballen kwamen net niet aan. En dan zie je toch dat op de inzet net die puntjes niet helemaal, niet helemaal doorkomen. Dus dat was niet best. En dan hoop je gewoon als je erin komt dat je gewoon wat energie kan brengen. Diepte, kansen creëren, doelpunten te maken. En dan zie je dat zij van die lullige goals maken. Dus ja, dan moet je als team weer gewoon terugvechten en scoren. En dan scoor je en dan wordt hij afgekeurd. Ja. Wat gebeurde er? Ja, ik kreeg die bal. Ja, volgens mij was het wel hands. Ik kreeg een duwtje van Breedijk en ik kreeg mijn hoofd van mijn arm. Maar ja, het was gewoon in het duel. Volgens mij, ik hoorde iemand dat hij ook hands maakte. En ik draai, ik schiet er goed binnen. Dus ik wou gaan juichen, want die scheidsrechter nog. Ik zag dat er niks aan de hand was. Dus. En opeens zegt hij afgekeurd nieuwe regel of zo. Ik snap dat niet. Kreeg hij door, denk je? Ja, ik hoor dat de jongens op de bank zeiden dat de vierde visser ook iets had gezegd. Maar hij zei in eerste instantie dat er niks aan de hand was. Dus ja, dat is balen. Zeker voor mezelf. Het is gewoon lekker om even laten zien van een goed moment. Maar ja. En jij op 10, dat ging lekker. Ja, 10 positie heb ik in de jeugd heel veel gespeeld. Vind ik ook gewoon lekker. Kan ik veel aan de bal komen. Ik denk dat daar mijn kracht ook ligt. Dus 10 positie is een lekkere positie. Ja, vervolgens denk je 3-1 achter te komen, denk ik? Ja, klopt. Dat was die bal aan de linkerkant. Ja, hij pakte onze keeper goed. Hij paasde volgens mij die linksbuiten. Dus komen we ook nog met geluk weg. Dus dat is goed van onze keeper. En moet je dan gewoon inpakken en gewoon verder kijken? Gewoon niet verliezen en dan kijken naar Roda volgende week? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Jammer dat deze wedstrijd niet hebben gewonnen. Het laatste Mike, goed nog een kans. Joey. Ja, dat is jammer. Maar wat ik net al zei, het kon ook bij hun de 3-1 vallen. Dus nu naar Roda toe. En gewoon weer 3 punten pakken. Is goed. Hey, dankjewel voor je tijd. Hè. Ja, Jack. Droge keel, denk ik. Van het coachen vooral langs de zijlijn. Ja, dat ook. Dat, ja. Wat vond je van de wedstrijd? Nou, geen goede wedstrijd. Dat vooropgesteld. Wedstrijd met veel strijd op een gegeven moment. Zo ontwikkelt het zich in ieder geval. Dat wil je het liever niet. Maar ik denk dat je heel onnodig op 1-0 achterkomt. We wisten dat Dordrecht in momenten hoog druk zet, het pootje niet terugtrekt, onbevangen is. Ja, dan moet je bij de 1-0 die bal gewoon wegroeien en geen risico nemen. Vond je dat ook, dat hij eigenlijk naar de bal toe had moeten komen en dat dan de hele situatie niet was geweest? Ja, ik denk het wel. Laat hem volgens mij 2 keer stuiten, die moet hij nog terugzien. Maar dan moet je gewoon voor de tweede stuit moet hij weg, dan moet je geen risico nemen. Ja, ligt er gelijk in, rebound. Hè. Dan kom je in ieder geval nog direct terug voor de rust. Op 1-1. Gezegd dat we in ieder geval anders druk gingen zetten met 9 en 10. Om meer druk op hun achterhoede te krijgen. Om het indribbelen van Breedijk en vooral te voorkomen. Dan krijg je eigenlijk een kans. En uit die omschakeling is het 2-1. Binnen een paar minuten na rust. Ja, dan kan je weer opnieuw beginnen. En dan moet je terugvechten in die wedstrijd. Dat gebeurt. Je maakt 2-2, die wordt eerst afgekeurd. Nou ja, dan maak je gelukkig wel de 2-2 op een moment waarin je vol in de 1-1 speelt. Dan krijg je grote kansen tegen in de omschakeling natuurlijk, dat weet je. Maar aan de andere kant, we hebben ook zelf nog 2-3 goede kansen gehad om die wedstrijd te winnen. Dat overheerst wel bij mij, misschien omdat het de laatste 2 kansen zijn, voornamelijk Joey en Mike natuurlijk. Dat je daar die wedstrijd nog kan pakken en dan heb je loon naar werken. Maar ja, dat werken dat komt voornamelijk omdat je achter de feiten aan moet lopen en die wedstrijd niet onder controle krijgt. En zag je wat er gebeurde bij die 2-2? Werd dat nou ingefluisterd door de vierde man? Volgens mij was hij eerst duidelijk dat er niks aan de hand was. Er wordt doorgespeeld, bal gaat erin en dat draaide hij terug. Ik had wel het vermoeden dat de vierde man dat influisterde, maar dat kan ik niet sterk maken.
Vervolgens krijgt zij een reuze kans op 3-1. En dan maak je uiteindelijk toch nog 2-2 met Okita. Ja, nou ja, goed, het is de eerste divisie voetbal een beetje. En als je alle risico's neemt, dan weet je dat je daar tegenaan loopt. En Matthijs pakte deze bal goed voor mij. Ja, en dan krijg je zelf een grote kans. Weet je, Okita maakte 2-2, maar we kregen ook nog vanuit de omschakeling geloof ik een goede kans van Mike. Dus ja, dat zijn de momenten. Kijk, weet je, momenten in een wedstrijd moet je ook pakken. Die 3-2 had je kunnen pakken. En dan kunnen we het hebben over dat we met 3-1 hadden kunnen verliezen. Ja, dat is zo. Maar als je de momenten krijgt om te pakken, om te winnen, dan moet je ze pakken. En vond je dat je ploeg dan te laat wakker werd, om het zo maar te zeggen? Pas eigenlijk na de 2-2 echt de fanatiek tegenin ging? Ja, of dat kijk, we hebben in de rust wel gezegd dat we meer gif in moesten. En dat we iets anders druk gingen zetten. En de intensiteit en het moment wat beter moesten en hoger. De tik die je dan krijgt door de 2-1 meteen weer, ja, dat doet steeds wat met je team. En dan moet je dan wel weer overheen knokken en weer terugkomen. Ja, dat hebben we dan wel weer 2 keer gedaan. Alleen, ja, ik denk wel dat het zonde is dat we door de momenten waar we de doelpunten weggeven vandaag, dat we daardoor die wedstrijd niet konden controleren. Nu volgende week vanaf de eerste minuut tegen Roda. Ja, nee, dat is altijd de bedoeling, weet je. Maar de wedstrijden lopen zoals ze lopen. En je wil het liefst het heft in handen nemen en houden. En dat lukt niet altijd. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd. Dankjewel.